natuurlijk continu de diepte in de gaten aan het houden. Want we willen niet zoals de Ever Given belanden natuurlijk. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Patrick en ik ga jullie meenemen op vlogavontuur. Ik ben uitgenodigd door een binnenvaartschipper om even mee te varen op het binnenvaartschip. Nou, nu ben ik wel eens op een binnenvaartschip geweest, maar ik heb nog nooit meegevaren met een binnenvaartschip. Dus het lijkt me echt super tof. Dus ik ben ook direct op de uitnodiging ingegaan en gezegd, is goed, ik kom met je meevaren. Ik ga natuurlijk even wat vragen stellen over hoe alles werkt, hoe lang het schip is, wat voor schip het is. Ik heb geen idee, maar ik mag in Werkendam gaan opstappen morgenochtend vroeg. Dus ik ga straks naar bed en dan moet ik er vroeg uit. En als het goed is gaan ze daar mijn auto aan boord takelen. Dus dat wordt spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. En dan mag ik meevaren naar de Volkerak-sluizen. Daar gaan ze de auto weer van boord tillen. Dus ik ben heel benieuwd en ik heb er echt veel zin in. Superleuk. Lekker op het water. Dus ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Als het weer zo is zoals vandaag, nou ja, dan is het niet al te best. Maar we gaan het beleven. En omdat ik er morgen zo vroeg uit moet, vind ik het voor vandaag even welletjes geweest. Dan ga ik lekker naar huis toe. Ik moet namelijk om 6 uur 's morgens al in Werkendam zijn. Voor mij doen is dat echt heel vroeg, want meestal ben ik pas 8 uur op kantoor. Dus dan is 6 uur erg vroeg, maar vooruit. Je kan wel merken dat we zeg maar verder het jaar in komen, want er wordt al steeds meer gevaren. Je hebt natuurlijk mijn vlog al gezien dat ik de boot te water heb gelaten. Dat was echt al super lekker om eventjes te doen. Toen ben ik over de Nieuwe Merwede gevaren en heb ik ook nog koffie gezet aan boord. Dus kijk de vlog als je wil weten hoe ik dat gedaan heb. En ik ben natuurlijk in mijn vorige vlog ben ik meegevaren met een andere vlogger, met vlogger Kees van de Vloggende Bestemming. En daarmee ben ik de Biesbos ingegaan. Ja, ook dat was echt super tof. Dus zoals je ziet, het wordt steeds iets meer op het water. Maar dat is ook de bedoeling. Ik moet natuurlijk nog steeds wachten op mijn nieuwe boot. Ik heb nog steeds niet prijsgegeven wat voor boot ik heb. Dat ga ik ook nog niet doen. Maar ja, met dit weer krijg ik er wel steeds meer zin in. En hoop ik echt dat die snel komt. Maar ja, ik zal echt waarschijnlijk toch echt geduld moeten hebben tot half juli ongeveer. Ja, juli met een L. Dus het is niet anders. Ik ga daar gewoon op wachten. Ik heb ondertussen wel een nieuwe gadget uitgekozen voor aan boord. En dat ga ik binnenkort in mijn vlog laten zien. Nu heb ik wel pas voor een nieuwe gadget gekozen aan boord. Binnenkort krijg je dat te zien in mijn vlog voor welke gadget ik heb gekozen. Het is superleuk, superhandig en ik denk dat je het nog niet heel vaak hebt gezien. Dus blijf mijn vlogs kijken. In een van mijn volgende vlogs ga ik laten zien welke gadget ik voor aan boord heb gekozen. Het is ondertussen wel erg warm geworden op kantoor. Ik heb namelijk zo'n gasheater hierboven staan. En dat is eigenlijk standje aan of standje uit. Althans, je kan wel de temperatuur instellen. Alleen mijn thermometer zit daar achterin. Dus daar blijft het koud. Dus hij blijft continu warmte afgeven, zeg maar. Het is of koud of warm in de loods. Maar ja, ik kies meestal maar voor warm, want ik heb een hekel aan kou. Maar ja, het wordt nu wel erg warm. Ik ga afsluiten, lekker naar huis, vroeg eruit en morgen meevaren op een binnenvaartschip. Zo, goedemorgen. Ik ben eindelijk wakker. Eerst even een bakje koffie erbij. Het is iets over 5. Ik heb lekker even sausijzenbroodjes in de oven zitten. Ik ga zo eerst even lekker een sausijzenbroodje eten. Ik ga mijn koffie opdrinken. En dan ga ik tegen 5:30 ongeveer. Ga ik richting Werkendam rijden. Om daar mee te gaan met het binnenvaartschip. Ik heb nog een beetje kleine oogjes. Want het is vroeg voor mij, net wakker. Maar ja, komt goed. Als ik straks even in de auto zit, dan ben ik er helemaal fit. Ik keek net naar buiten omdat ik Baco even binnen moest laten. Maar het sneeuwde gewoon. Wat de. Maar ja, oké. Echt bizar. Van de week zaten we nog lekker in ons t-shirtje in de Biesbos. Nu heb ik gewoon weer een dikke trui aan en sneeuwt het. Ik hoop dat het straks meevalt, want ik wil natuurlijk ook buiten even filmen op het schip. Ik ga het beleven. Anders moet ik voornamelijk binnen blijven in de stuurhut. Althans, de lessenaar noemen ze dat, geloof ik. En maar ja, dat is toch minder leuk. Dus ik hoop dat ik ook nog eventjes een rondje om het schip heen kan lopen als we aan het varen zijn. En ik heb natuurlijk mijn eigen takeaway koffie. McDonald's is denk ik nog niet open om koffie te halen. Dus ik neem het zelf mee. Dit is toch bizar. Gewoon de auto's zijn gewoon wit. Heel apart.
Nou, ik ga gauw rijden, anders kom ik te laat. Nou, ik kom nu aanrijden in Werkendam. Ik moet alleen heel even kijken hoe ik moet rijden. Want ik moet naar de autostijger. Want dan kunnen ze mijn auto aan boord gaan takelen. En volgens mij is hij er al of komt hij net aanvaren. Dus ik ben benieuwd. Hij komt er precies aanvaren, dus ik ben net op tijd. Wel vet, nu gaan we mijn auto hier aan boord tillen. Zo, hoe lang zou dat schip zijn zeg? Ik ga het straks eerst eens even vragen. Nou, mijn auto komt straks achterop te staan. Ze hebben de kraan al klaarstaan. Dus er komen straks hijsbanden om de auto heen. En dan takelen ze hem aan boord. Er staat een redelijk sterke stroom, dus het drijft nou weer iets af. We gaan even een lijntje spannen en dan kunnen ze hem langzij gaan leggen. Nou, er is mij verteld dat ik geen waterkoker en koffie mee hoef te nemen, dat allemaal aan boord is, dus dat scheelt weer. Dus straks heb ik wel even trek in een bakkie. Kijk, een vliegende Mazda. Oké, het is toch ook wel een klein beetje eng als je zo je auto ziet gaan. Hij zal uit de kraan donderen zeg. Ik hoop het niet. Nou, ze hebben het vaker gedaan, dus ik ga ervan uit dat het goed gaat. Maar het is toch een beetje eng als je hem zo ziet hangen. De auto staat praktisch aan boord, dus dat komt wel goed. Alleen nu moet ik zelf nog aan boord zien te stappen en dat wordt een uitdaging. Ik zal het eens even laten zien. De ruimte tussen het schip en de wal. Dat is zeker een meter, dus dat wordt een uitdaging. Ik had misschien beter in de auto kunnen blijven zitten. Die staat er toch prachtig op het dek. Het staat hem goed hoor. Maar nu moeten we nog kijken hoe ik aan boord ga komen. Nou, ik heb nog niet eens de stuurhut kunnen laten zien. En ik moet nog plaatsnemen op de stoel. Want hij moest gelijk al even de kraan goed zetten. Nou, ondertussen is de kapitein weer terug. Die zit weer achter het stuur. Leuk dat ik. Goedemorgen. Leuk dat ik mee mag varen met Marcel. Uiteraard. Dat, hoe noem je zo iemand als jij? Ben je kapitein of de stuurman? Of, stuurman, ik ben de stuurman. De stuurman. Kijk. Ja, misschien kan je het niet goed zien omdat het nog wel donker is. Maar hij heeft geen groot stuur zoals in een klein bootje. Het is eigenlijk gewoon een knuppeltje. Dat is je stuur toch, Marcel? Ja, dat is mijn piloot. Dat is je piloot en daar doe je alles mee. Bijna alles. Ik heb ook nog twee kopschroeven aan deze kant. Oké, en dan kan je... Niet meer manoeuvreren, maar niet onder het varen. Dat is alleen als... Voor het aanmeren. Oké, gaaf. Nu dit al lang? Ja, 10 jaar. Zo, En hoe lang is het schip? 187 meter. Zo, moet je kijken wat een end. Je zou hem even op moeten gooien. Ja. Dan ken je de biesbos niet meer met dit ding. Nee, dat gaat niet lukken. En waar zijn we nu nog onderweg? Naar Antwerpen. Naar Antwerpen? Ja. We gaan jou daar opzetten in de Volkeren. Oké. Ik denk al zoveel tijd heb ik niet, maar... Oké, ik word bij de Volkeren... Dat zijn de Volkeren-sluizen, toch? Ja, de Volkeren-sluizen. Oké, bij de Volkeren-sluizen word ik er weer afgezet. Dan wordt mijn auto weer van boord getild. Alleen voor nu heb ik een heel mooi ritje zo even over de Nieuwe Merwede richting Hollands Diep op. En dan richting de Volkerak. Ja. Gaaf. Zijn die klep hiervoor, of ik weet niet hoe je dat noemt. De luiken, die zijn dicht. Maar wat vervoer je eigenlijk zoal? Onze reis gaat normaal van Rotterdam met erts of kolen naar Linz. Ja. En dan nemen we platen staal of rolletjes staal mee terug. Oké, dus er zijn verschillende dingen wat je af en toe hier... Ja, zoals nu hebben we 3 ladingen. We hebben nu rolletjes, platen en constructie bij ons. Oké. Ja, daar zie je eigenlijk niks van, want de luiken zitten dicht. Maar waarom is dat? Is dat voor de veiligheid? Nee, zodat ze droog blijven. Het mag niet nat worden. Oké. En net was er een man even aan het helpen met aanmeren. Ja. Maar die... nu zie ik hem even niet, maar waar is hij nu? Of wat, Hij zit nu in zijn voorwoning. Waarschijnlijk gaat hij nog even terug naar bed tot 8 uur. Oh echt? Dan gaat hij aan de gang. Oké. Want die slaapt daarvoor? Op het schip. In het midden zeg maar van dit verband.
Ja, want er zit nog een stuk aan. Dat, ja, de bak. Oké. Okay. Zodat die, want als die zonder die bak, hoe lang is die dan? Dan zijn we 110 meter. Oké, okay, met die bak dan 187, zei je. Zo. Pff. Maar die man die woont hier aan boord? Ja, op het moment dat we aan het varen zijn, woont hij hier. Oké. Okay. We doen een systeem van 3 weken op, 3 weken af. Ja. Dan gaat hij 3 weken naar Polen toe, naar huis. Oké. Okay. En jij, woon jij ook op dit schip? Als ik aan boord ben wel, en anders woon ik in Sliedrecht. Oké. Okay. En vaak aan het varen ook 3 weken op, 3 weken nee, af? Nee, ik doe zelf 14 dagen op, 14 dagen af. Dat doen we zodat we allebei met een bepaalde ploeg eventjes aan boord zijn. Ja, precies. Ja, want er zijn verschillende stuurmannen. Ja, twee ploegen hebben. Oké, okay. Oké. Okay. Als gadgetfreak word ik gelijk naar al deze schermen getrokken. Maar wat is dit allemaal? Wat zie ik hier allemaal, Marcel? Dit links is een radar. Ja. En hier in het midden hebben we dan Tresco. Oké, okay. En dat is? Daar kan je andere schepen op zien. De dieptes, alles kan je er eigenlijk op zien. Welke kilometer je ziet. Eigenlijk een soort tom-tom van het water. Ja. Maar dan uitgebreider. Ja, zo kan je dat dan. Oké, ja. Oké. Okay, okay. En ik zie inderdaad ook allemaal camera's. Ja. Ik kan het hele schip in de gaten houden. Ja. Dat is denk ik wel nodig. Het is niet nodig, maar het is wel handig met aanleggen en dat je een beetje de afstand goed kan inschatten. Ja, je hebt wel goed overzicht, maar je kan natuurlijk hier slecht zien hoe breed het schip is. Tenminste, jij misschien al wat meer omdat je het gewend bent. Maar... Ja. Dan is een camera wel handig. En wat zie ik hier? Ja, dit is eigenlijk gewoon een computer. Dit zijn bijvoorbeeld de sputpalen, dat werkte net niet, het was net wat te diep om, daarom ging hij weer af, zeg maar, met jou oppakken met de auto. Ja. Yeah. Hij bleef er niet goed op liggen, maar hier kan ik sputpalen laten zakken, dus het zijn gewoon een soort moderne ankers. Dus Oké, dus zijn gewoon palen die de grond in zakken, ja, en dan het schip vasthouden. Dan liggen, ja. Oké. Okay. Maar ik heb hier van alles, ik kan hier de sturen, kan ik bedienen. Sturen, bedienen bedoel je dat je hem omhoog naar beneden kan doen? Nee, dat kan ik op de computer niet. Het is meer van, ik heb screens zeg maar in de sturen, die kan ik dicht doen. Oh, oké. Okay. Ja, ik kan de verlichtingen aanzetten, ik kan generatoren omzetten, ik kan alles met de computer. Oké, gaaf. Stuur het op en neer, dat heb ik dan hier weer bij me zitten. Oké, heb je vaak hoge lading dat stuur het omhoog moet? Nee, bij ons moet hij juist altijd omlaag. Altijd omlaag, dus kan je de bruggen niet onderdoor. Ja. Oké. Ja, hier gaat het wel, maar wij varen altijd op mijn Donau, dan moeten we wel helemaal omlaag. Oké. Het is wel echt. Je hebt wel een machtig uitzicht zo op zo'n binnenvaartschip. Die lengte zo en kijk hier. Die links is nog steeds denk ik Werkendam. Ja, dat is nog steeds Werkendam, want we zijn de veer nog niet voorbij. Nee, precies. Ja, daar is de Biesbos. Daar lag ik vorige week met Kees. Ongeveer, daar ergens. Misschien zijn we gaan barbecuen. Ja, inderdaad. Oh, je hebt het gezien. Ja, ik heb het gezien. Ik volg je vlogs ook. Kijk. Dat is natuurlijk ook de reden dat Marcel mij heeft uitgenodigd om even mee te varen op dit schip. Wat ik echt super leuk vind. Want ik heb dus, ik ben wel eens op een binnenvaartschip geweest, maar dus nog nooit meegevaren met een binnenvaartschip. Dus ik vind het echt super leuk dat nu even kan. Dus dankjewel alvast in ieder geval, Marcel, dat het... Ja, dat je mij gevraagd hebt om mee te gaan. Ik heb hem net op tijd kunnen laten landen, maar hij is wel zeiknat.
Dan vaart het pontje tussen Werkendam en Dordrecht. Die heb ook lekker het slechte weer te pakken. Dus weer is wat anders als varen op een 4,5 meter bootje. Gewoon met een knuppel. 187 meter voor mijn huid. Ja, ik vind het wel leuk. Het is wel een lekkere baan zo. Ik ben natuurlijk continu de diepte in de gaten aan het houden, want we willen niet zoals de Ever Given belanden natuurlijk. Nu ik het over de Ever Given heb, dit schip is 187 meter. De Ever Given was 400 meter, dus eigenlijk feitelijk is dit schip de helft. Dus toch wel een behoorlijk schip om zo mee te varen dan. Het is gelijk een hele verantwoording voor me om met zo'n schip te varen. Nou, zoals je op de kaart kan zien, loopt hier een beetje in een bocht. Dus ik heb hem langzaam ingestuurd. Ik ga mooi het bochtje door zo. En dan krijg je straks in de verte het Hollands Diep te zien. Het is net echt joh. Zo'n beetje achter zo'n roer zitten. Ik vind het wel vet. Het is wel relaxed om zo te varen. Heerlijk. Sneeuw erbij. Sneeuw keihard namelijk. Ik sta nu helemaal voor op de boot. Moet je kijken hoe lang die is. Je ziet gewoon bijna het end niet. Maar 187 meter, dat is best een end om over het gangbord helemaal hierheen te gaan lopen. Maar ja, wel leuk. Op de achtergrond zie je de Moerdijkbrug. Daar gaan we onderdoor en dan zijn we, ja, dan is het niet zo heel ver meer naar de Volkerak-sluizen. Net naar voren gelopen, tering, wat was dat koud zeg. Het begint keihard te sneeuwen, super koud. Kijk wat er geweldig. Hier. Dit weer komt er nu aan. Oh, man. Gauw naar binnen. We gaan zo de Moerdijkbrug onderdoor. En dan gaan we het Hollands Diep op. Koppelverband Modena onder de bruggen en gaat door richting de Volkerak. Een heel eind heb ik gevaren. Nu heb Jeroen het stuur weer overgepakt. Ze zijn bijna bij de Volkerak-sluizen. En daar gaan we aanmeren aan de auto stijgen. En dan gaan we de auto weer van boord hijsen. We hebben toch besloten om eerst door de Volkerak-sluizen te gaan. En daarna pas de auto eraf te zetten. Dus dat is wel leuk. Dan ga ik dat ook een keer meemaken om met een groot schip door de sluis te gaan. Het is steeds redelijk koud buiten. Maar we varen nu de Volkerak-sluizen in. Het is wel wat anders dan met een plezierbootje. Man, wat is dit schip groot. Mijn autootje is er mooi op het dek. Als we straks door de sluis zijn, dan gaan we hem eraf takelen. Deze kraan. Ik moet niet elke dag zo vroeg mijn bed uit hoor, want dat is maar niks voor mij. Het zonnetje begint er gelukkig wel door te komen. Tenet waren er mega grote vlokken sneeuw. En nou ineens begint het weer mooi weer te worden. Echt apart weer is het allemaal. Nu we zo de sluis invaren, moet je dan ook vennetjes buitenboord gooien? Ja, die zijn er. Oké, okay. Maar dat is niet zoals op een plezierbootje waarschijnlijk. Van die opgeblazen. Het is goed opletten voor jou zeker nu. Ik zal het laten zien. Hij kan precies op de camera zien hoe ver die van de wal is. Ik ben je toch niet aan het afleiden? Nog niet. Klein beetje misschien. Hier.
nou begint het gewoon ineens weer te sneeuwen, echt. Het is heel raar weer allemaal. Het is krap zat in de sluis. Vaar jij al lang op het schip? Ik vaar al eigenlijk al heel mijn leven op het schip. Al heel je leven? Ja. En hoe oud ben je? 22. Oké. Okay. Dus je bent min of meer opgegroeid op het schip? Ja. En je vaart meestal met Marcel? Ik vaar altijd op het schip. Altijd. Ja. Dat is vol te houden? Dat is vol te houden, ja. Dat is gelukkig maar. Ja, net... toen we begonnen met varen, heb Marcel het eerste stuk gevaren. Daarna mocht ik een klein stukje varen, dat was ook wel leuk. Maar nu gingen we de sluis in, dus hij heeft het roer overgenomen. Want dat is wel een uitdaging om zo'n schip de sluis in te manoeuvreren. Jij bent het gewend, hè? Ik doe het al vaker, ja. Ja, dat scheelt, dat scheelt. En dan moeten we straks in dit slechte weer mijn auto van boord gaan takelen. Dat is wel een voordeel met zo'n schip trouwens. Je kan gewoon binnen blijven zitten en aanmeren. In mijn boot moet ik altijd heen en weer en vendertjes buitenboord hangen, touwtjes vastmaken. Maar ja, hier blijf gewoon binnen zitten. Er komt er nog even een sluis binnenlopen. Dat is een tanker of niet? Dat is een tanker, ja. Maar hij heeft niet zulke gevaarlijke stoffen, want hij heeft geen kegel in. Want je kan dat zien als een schip gevaarlijke stoffen bij je hebt? Ja, dan heeft hij één of twee blauwe kegels. Oké. Okay. En als hij drie blauwe kegels hebt, of heb je dat niet? Dat heb je ook, ja. Dat is heel gevaarlijk. Dat ben ik bijna nooit van gehoord. Oké. Okay. Niet toch? Zuur, oké. Okay. Maar je kan niet zien wat deze aan boord hebt. Deze heeft hoeveel kegels? Geen. Geen. Oh, geen. Nou, dat is niet zo gevaarlijk. Misschien hebt u wel gewoon water aan boord, joh. Nou, een winkelwagentje heeft hij ook aan boord staan. Nou ja, die komt net bij Albert Heijn vandaan. Die heeft zijn boodschappen er nog in zitten. Je gaat dus daar naar beneden om naar de woonkamer te gaan. Nu ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe ze wonen op dit binnenvaartschip. Dus ik heb gevraagd of ik even in de woning mag kijken. De woning is eigenlijk onder de stuurhut. Tenminste, gedeeltelijk. Dus... ik ga eens even een rondje lopen hier, hoe het er hier allemaal uitziet. Hier leef jij dus? Ja, hier leef ik, ja. De keuken, ja, eigenlijk net als thuis. Super luxe. Eettafel. Ja, of ja, barretje eigenlijk, hè, ja. Hier heb je eigenlijk gewoon een eettafel. Daarnaast sportruimte. En jij kookt altijd, of? Ja, 9 van de 10 keer wel, ja. Oké. Okay. En de woonkamer. Ja, eigenlijk merk je aan niks dat je op een binnenvaartschip zit, joh. Het is hier gewoon echt super luxe binnen, Marcel. Ja. Ja, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Dat het zo zelfs een open haard luxer als thuis. Ik vind wel wat. Ik denk dat ik ook op een binnenvaartschip ga varen. Echt luxe. En daar heb je dan de slaapkamers. En hier links de badkamer. En daar eigenlijk gewoon... gewoon de voordeur. Helemaal niet gek. En hier ga je omhoog. Naar de stuurhut. En zo zijn we weer in de stuurhut beland. Is de sluizen lopen? Nee. Nog niet. Allee, kijk, je ziet de sluisdeuren nog dicht zitten. Ja, dat duurt wat langer als een sluis voor plezierbootjes. Ja, luister je allemaal open. Hebben we hier veel hoogteverschil? Nee. Hier heb je nooit echt wat hoogteverschil, dat valt wel mee. Maar het is eigenlijk onzinnig dat de sluis dicht gaat. Hier gaat denk ik een meter naar beneden, denk ik. Oké, nou ja. Dat valt mee, een metertje. Boven ben je ook van alle gemakken voorzien, want... een heerlijk koffiezetapparaatje en een wasbakje. Dus ook hierboven is het gewoon heerlijk vertoeven. Een lekkere bank waar je even kan zitten. Ik zie ook allemaal aan die hendeltjes draaien. Wat is dat dan?
dat zijn de kopschroeven. Okay. Deze is van de bak, is helemaal voorop en deze is de midden van het schip. Okay. En die kan je ook nog sturen dan? De wijzer is bekwaar. Ja. Zo is het zeg maar de kop die kant op gaan. De midden van het schip. Okay. Ja, cool. Nou, dat heb ik op mijn bootje hier. Nou, 4,5 meter ook niet genoeg. We zijn bijna bij de autostijger om de auto van boord te hijsen. Maar er ligt nog een bootje. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ze hebben de auto al klaar hangen. Dus hij kan straks zo opgetakeld worden. Dan is hij er zo af. Nou, we zijn nu aan het aanmeren bij de autostijger. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik weer van boord. Ik wil jullie super bedanken dat ik mee mocht varen. Ja, uiteraard. Ik vond het echt heel leuk om even mee te maken. Kort maar krachtig. We zijn van opgestapt bij in Werkendam. En net nu naar de Volkerak ga ik eraf. Dus een paar uurtjes gevaren. Lekker hoor. Mijn auto gaat weer vliegles krijgen. Hij zit alweer helemaal vast aan de takels. Dus dan gaan we hem ophijsen en van boord zetten. Dan gaat mijn auto weer. Toch een eng gezicht. Ik kan wel gelijk even de onderkant van mijn auto inspecteren of alles nog in orde is. Nou, zo te zien wel hoor. APK'tje, hij is weer in orde. Nou, wel eens eerder een Mazda zien vliegen. Nou, ik heb de spanbanden zelf vastgemaakt, dus ik hoop maar dat ze blijven zitten. En mijn velgen zijn gevrept, dus het is te hopen dat het niet al te erg beschadigd, omdat ze aan de velgen wordt die opgetild. Maar het komt vast goed. Hij staat weer veilig op zijn pootjes. Hey, bedankt mannen. Nou, ik sta weer veilig aan wal. De Modena gaat er weer vandoor. Dus nou, het was super tof dat ik even mee mocht. Ik ga nog even de drone in de lucht laten. Dan kan ik nog even een mooie shot maken als ze wegvaren. En dan was dat weer een mooi dagje zo. En weer net op tijd, het begint weer keihard te hagelen. Echt, snappen niks van dit weer. Hoe bizar. Maar ja, nou, ze zijn er weer vandoor. Dus we gaan hun trip verder voortzetten naar Antwerpen. Ik ga weer naar huis toe. Ja, en dat was de vlog weer voor deze week. Ik ben ondertussen bij de kapper geweest, dus... vrij kort, maar ja, je weet nooit als de kappers straks weer dicht gaan. Dus ik denk, doe extra kort. Dan kan ik er langer tegenaan. Maar dat is wel erg kort. Maar. Nou, zoals jullie konden zien, vond ik het super tof op het binnenvaartschip. Dus vonden jullie dit nou ook een leuke video? Klik dan even op abonneren. Duimpje omhoog. En dan ga ik nog veel meer leuke vlogs maken. Bedankt voor het kijken.